Bart en Chris! Zo, welkom allemaal! Welkom! Nou, weet je wat, Kees? Wat gaan we doen vandaag? Gaan we maar kerst tekenen. Kerst tekenen, ja, dat is het zeker. Ja. Nou, heb ik allemaal mutsen meegenomen. Een groene, ja? Zo, pak hem maar. Doe maar alvast even op. Hier is in. Ja, zet hem maar op. En ik heb een hele grote verrassing. Hè? Dus een kerstspecial is dit. Een verrassing, die ga je zo meteen zien wat dat dan is. Jullie raden nooit wat het is. Maar daarom hebben we ook één muts meer nodig. Ja? En die verrassing ga ik dan nu halen. Zeker een doos of zo. Zo, hallo. Nou, hier is de verrassing. Tada! Heel graag. Zo, Musi wil ook heel graag een keertje meedoen, hè? Nou, ja, is echt superleuk. Dus Musi is nou gast. Jij wil ook een muts op? Die? Of wil je een andere een? Je hebt ook deze. Nou, in ieder geval, kijk maar. Ik heb hier nog niet komen. Ja, en nou, super gezellig, maar we moeten wel drie stoelen hebben. Dus we gaan er even een stoel bij pakken. Ja, zo, hier. Hey, jij mag in het midden zitten. Hier. Ik ga in het midden zitten. Ja? Wie gaat in het midden zitten? Oké, allemaal in de camera kijken, Luus. Anders gaan we die wel even wegzetten. Zo. Die mogen allemaal ook een pet hebben of een muts. Mag ik? Ja? Ik ga dit netjes aan. Het wordt hier gewoon niet tekening, maar allemaal knutselen lijkt het wel, maar het maakt niet uit. We gaan het even aankleden dus, hè. Oh. Ja, goed. Die andere zelf. En die andere ook, ja? Nou. Ja, doe die andere ook maar aan. Dus we gaan wat tekenen. Ja, we gaan wat tekenen. En ik zal even vertellen wat we gaan tekenen. Dus hè, want het gaat even duur zo, want dan alles aankleden en zo. Kleedje erbij. Doe jij die? Ja, doe jij die maar daar. Oké. En dus, oké. Moest even naar beneden, anders zien ze jou niet, zo ja. We gaan dus wat tekenen op een A4, want we zijn natuurlijk met z'n drieën en dan past het bijna niks. We hebben dus een iets kleiner formaat dit keer. En we gaan dus een muts tekenen. Maar die muts, die tekenen we dus... Van de kerstboom? Op een kerstboom. Kerstboom? Op een kerstboom. Ja, nou de muts, die tekenen we zo. En daarin tekenen we dus een kerstboom of cadeautjes en zo. En dat komt er dan zo op het papier. Snap je dat? Je moet ook een rendier tekenen. Aha, ik hoor je niet. Wat zei je? Je moet ook een rendier tekenen. Je moet ook een rendier tekenen. Nou, je mag dus ook een rendier tekenen. Cadeautjes, kerstboom. Ja, dus kerstboom. Ja, precies. Ja. Nou, dus dan gaan we maar beginnen. Jij hebt dit papier, zo. En jij hebt dit papier, zoals gewoon. En het moet dan ook weer gevuld worden. Kleedje al even neer. Wil je een kleedje erbij? Ja, dat is leuk. Oké, nou leg het kleedje dan maar neer, zo. Dan het papier weer weg. Zo. Ja, leg jij even het kleedje neer. Het is de bedoeling dat je het kleedje niet vies maakt met verf. Nou, grapje. Kleedje er weer, zo. Kleedje erbij. Fantastisch. Nou, papiertje erop. Zo. Papiertje erop. We hebben nog een papiertje. Dus ieder papiertje. En dan is de bedoeling dat we hem staand tekenen. Staand? Ik dacht zo. Nee, staand. Want dan komt die muts zo op. Komt die muts op. Ja, mooi. Ja? De muts is heel groot. Je kan hem bijna overtrekken gewoon. Je legt hem neer. Ik trek hem weer over, maar dat hoef ik natuurlijk niet. Maar ik denk dat we het wel iets kleiner maken. We gaan rechtstreeks met pen tekenen. Jij hebt pennetje en hier een pennetje. Dus, want dat is lekker spontaan. Dus, nou, dan gaan we beginnen. Toch, Muus? Ja. Okay. Thank you.
Het is heel mooi geworden. Zo, Jullie hebben een beetje hetzelfde gemaakt. En vertel eens in de camera wat je ervan vond. Ja, dan moet je daarheen kijken. Nou, ik vind van mijn tekening dat je eigenlijk ook wat zelf kunt bedenken. Ja, dat is toch. Ja, dat heb ik ook gedaan. Nou, laat maar zien wat je dan hebt bedacht. Ja, ik heb vliegende cadeautjes met de kerstman en Patrick Trix. Oh, nou goed. Nou, goed uitleg. Nou, Luis, kijk eens wat jij hebt getekend. Ik heb een cadeautje. In de camera. Hallo. Hallo, ja? Ja. Ik heb een vliegend cadeautje gemaakt die naar boven schiet en wat een Trix. Een Trix met een ding. Met een ding. Oh ja, oké, goed. Hè. Nou, dat is lekker warm zo'n muts op, hè, trouwens. Dat laat het lekker even op. Hè. Nou, en dan die van mij. Wat heb ik getekend? Jullie kunnen samen bedenken. Het is een muts. Een muts. Met Bart en Trix erin en cadeautjes. Oké, nou goed, hartstikke mooi. Dus, en nu zijn we nog niet klaar, want nu gaan we het inkleuren. Inkleuren. Ja, we gaan dus inkleuren met andere kleurtjes. En nou, daar wordt je alleen maar mooier van natuurlijk, hè? Dus kunnen we nu gaan beginnen. En dus hebben we niet nodig. Nee, dat hebben we niet nodig. Thank you.
gezellig zeg, Mr. Lieto. Nou, ik denk... Nee, niet doen. Jullie. Wat? Is alles goed? We moeten niet meer tekenen, hè? Nee, we gaan niet meer tekenen. Dus. Nou, mag ik hem als eerst laten zien? Ja? Ja, ze hebben alles op. Ik heb Bart een tricks getekend in een hoed. Ja? In een ding. En die heeft één, die heeft een... Wat heeft hij? Die heeft een zo'n hoed op. Ik weet niet hoe dat heet. Oh ja, kerst. Kerstmuts. En ik heb nog twee cadeautjes. En twee cadeautjes. Nou, dat is heel mooi. Kijk maar. Dat is super mooi, ja. Ja, en, moet je vertellen. Nou, moet ik hem vertellen? Oké, ik wat heb ik getekend, Musa? Ja, je hebt een muts met Bart en Trick met nog een muts. En een maan met een muts. En muts. Muts. Ja. En cadeautjes. Nou, superleuk, hè? Dus nou ja, ik heb, je kan zien, ik heb verloopjes geschilderd en zo. Dat je een beetje meer, daar hier gaat het dus over. Nou, informatie. Maar dat doet er allemaal niet toe, hè? Nou, dan mag jij hem laten zien. Ik heb een muts getekend. Met... Ik zal hem vasthouden en dan kan jij het vertellen. Dit is een muts. Ja. Dat is ook een muts. Dit is een pet. Dat is ook een muts. Ja. En dat is een strik. Eigenlijk zijn dit gewoon vliegende cadeautjes, maar ja. Ja. Oké. Nou, heb ik wel. Oké. En vertel nog eens eventjes aan de camera wat je nog meer ziet. Los de kerstman. Van. De kerstman. Met een zeurstok en een elf. Nee, maar ik bedoel, daar is de camera. Vertel eens even. Oké. Vertel eens. Hier is de kerstman. Ja. Met de elf ding. Nou, hartstikke goed. Maar ik vind het fantastisch gedaan. Voor de eerste keer, hè, Muze? Dit is dus Muze, hè? Voor de eerste keer op de video, hè, bij Bart en Trix. Super gezellig was het. Nou, dan gaan we het afsluiten. Wat zeggen we dan, Luid? Doe een like, abonneer en zien we de volgende keer weer. Ja, doei! Nou, dit lijkt al. Oh, you're so wrapped up.